Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzaak van Nederland, VDB Recreatie Avontuurlijk Ontspannen, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100. Bert van Unestein, de trainer van DVS. Er staat weer een bekende kraker op het programma. DVS ONS Sneek, altijd goed voor iets moois. Ja, de historie wijst dat uit. En vorig jaar hebben we twee keer goed gedaan tegen ze. In ieder geval qua uitslag. En dat willen we nu weer voortzetten. Ja. Je had het over een serie neerzetten. Dat snap ik, dat klinkt ambitieus. Aan de andere kant kan dat een tegenstander ook triggeren. Zo van serie neerzetten. Hij moet eerst maar eens... welke serie? Weet je wel, serie van nederlagen of wat dan ook. Zo, die redenatie kan ik snappen bij de tegenstander. Ja, dat kan, maar je moet een keer ergens beginnen bij een serie. Hè? Dus nou, we hebben vorige week gewonnen. Dus ik vind ook dat als je een serie neerzet, dan kun je doorpakken in de stand. Dus ja, ik kan moeilijk zeggen van laten we geen serie neerzetten. Dat is natuurlijk onzin. Je wil gewoon zeker ook ieder thuis er wel winnen. Nou, dat weet Sneek ook gewoon hoor. Dat is helemaal niks nieuws voor ze. En ook Sneek wil die serie neerzetten. Dus ik zeg er niks nieuws mee. Maar het is wel de ambitie die we hebben om mee te gaan doen in de stand. Ik vraag niet of je vertrouwen hebt, want dan weet ik het antwoord al. Maar ik weet zeker dat je vertrouwen hebt. Maar waarop is dat gebaseerd afgelopen week? Ja, voornamelijk de trainingsweek en de manier hoe die jongens bezig zijn om het uit te voeren op trainingen. Je ziet echt dat ze er goed over nadenken en ook in die uitvoering helemaal op zoek gaan naar het ultieme moment. En natuurlijk heb je een andere weerstand in zo'n competitiewedstrijd als vandaag. Maar in de basis vind ik dat die jongens goed bezig zijn met het en serieus bezig zijn met het uitvoeren van hun taken. En dan merk je dat je stappen maakt als groep. Gaat DVS op hun bekende manier spelen of ietsje terughouden? Nee hoor, gewoon onze eigen manier. En aan de bal willen we natuurlijk sterk zijn, dat sowieso. Maar we zullen zeker tegen een fysiek sterk Sneek ook in de duels ons mannetje moeten staan. Nou, en als je daarmee begint dan, en we laten onszelf in ieder geval in een hoedanigheid komen dat we goed de bal rond kunnen laten gaan, dan zitten we in ons element. Ten opzichte van verleden week weer even wat andere poppetjes in de basis? Nou ja, in zoverre dat Lars Dekker is natuurlijk terug. En dat is een beetje de patroon op het middenveld voor ons. En ja, dus iets meer balans op het middenveld. En daar hebben we nu voor gekozen. Waarom heb je daarvoor gekozen? Nou, het is duidelijk. Als Lars speelt, die zorgt voor het cement tussen die linies, zeg maar. Die verbindt zich goed, blijft rustig aan de bal. En we kunnen door hem ook goed doorvoetballen. Daarnaast is hij als persoonlijkheid erg gegroeid, ook fysiek. Dus hij weet goed druk op de bal te zetten op de juiste momenten. En ja, dan is het zaak dat hij gaat spelen en de groep aan de hand neemt. Ga je in principe uit van 4-4-2? Bij onszelf bedoel je? Ja. Ja, maar dat verandert bij ons heel snel. Hè? We hebben natuurlijk wat creatieve jongens die laten zich niet heel gauw in een hokje plaatsen, zoals dat heet. Oké, okay, goed. Doe de opstelling maar even. Oké, okay, ja, dat is Todori Velanes in de goal. Frank van den Burg, Mark Bouwman, Basiel Kamara en Roel de Vries. Middenveld met Lars Dekker, Koen Vloedgraven, Christian van Hussen en Oktay Usturk. En voorin Maurice de Ruiter en Benjamin Roemion. En de bank? Ja, dat is een beste. Even kijken, Dean Bredewold, Dennis Hollaert, Heiko Epe, Barry Powell, Daniel van Warven. En mis ik er zeker nog eentje, even goed denken. Dat weet de andere week even niet meer. Ja. Komt vanzelf aan de orde in deze samenvatting. Hopelijk gunstige samenvatting voor DVS. Pilon natuurlijk. Ja, Olivier, Olly. Ja, we kunnen niet zonder Olly. Okay. Goed, nou, heel veel succes zou ik zo zeggen. Dankjewel Piet. We zijn onderweg hier in Ermelo voor de wedstrijd DVS 33 Ermelo tegen ONS Sneek. Roald Vries, Benjamin Roemion, Maurice de Ruiter laat vallen voor Oktay Usturk. Mooie kans, goede redding ook van die keeper, maar mooi kort geschoten Maarten. Ja, heel snel geschoten en toch best wel krachtig. Maar de eerste kans is dus voor DVS in de derde minuut. Hoekschop wordt genomen door Maurice de Ruiter. Korte corner denk ik, Benjamin Roemion ingespeeld. Richting tweede paal, Mark Bouwman. Loopt tegen Dietrich aan. Wat ruimte voor Maurice. Gaat schieten. Al een meter of 4-5 naast de goal. Roald Vries. Zo, geplaatst schotje. Roald de Vries.
Dat is Christian van Hussen met ruimte gaat schieten. Is goed verdedigd, zullen we maar zeggen. Bij rugby scoor je daar 3 punten mee. Ja, en als iemand anders wellicht daar de bal had gehad, dan was het een serieuze doelkans geweest. Al, nou ja, Christian van Hussen zou ook graag gescoord willen hebben vandaag. Ja. Oh, daar kan Lantik gevaarlijk koppen hoor. Redelijk vrij. Basiel Camara. Kon Vloedgraaf, goede bal op Benjamin Roemion. Benjamin Roemion. Oktay Öztürk weer kort onder zijn lichaam geschoten. En daar heeft Dieterweg redelijk last. Maar die kan die bal niet in één keer klemmen. Ramos die doorkopt. Op Prior. Op Basiel Camara. Het was net genoeg. Maar Ramos kan gaan scoren. Maar doet dat niet. Schiet net over het lege goal van keeper van DVS Todori Feilanas. Komt DVS goed weg. Naar die te zachte verkeerd beoordeelde bal door Basiel Camara. Met daar de Ramos bij hem. Ale de Boer nu. Of Jume Ramos. Kan de bal vrij krijgen. Nee, maar de kans loopt door nog hier. Die bal komt bij die... Oh, dat is een hachelijk momentje voor de goal daar. DVS kon niet echt de druk erop krijgen op die bal. In ieder geval tot dusver is het heel mooi en goed. Oktay Öztürk. 16 meter binnen schieten. Laat de keeper laat die bal los. Benjamin Roemion nog steeds. De aanval loopt nog steeds door. Maurice Ruiter. Dit is een lange aanval. Nou wordt overtreding gemaakt. Krijgen we alsnog de vrije trap op een mooie plek te nemen. Maximale haalbaar nadat Koen Vloedgraven besloot om niet te schieten. 26e minuut. Maurice de Ruiter of Oktay Öztürk? Komt hij? In de muur. Oh, dat was ook heel jammer dat Benjamin Roemion daar de bal net niet krijgt. Nu stapt de Rote Vries verkeerd. Dantuma kan opstomen voor ONS. Lanting. Ja, dat is kielen wat de keeper daar doet. Want het was geen overtreding die op hem gemaakt werd. Gladde handschoenen aan allebei de kanten. Ja. Ik hoor wat geluiden op de tribune en ik zie dat ASWH op een 1-0 voorsprong is gekomen tegen VVOG. Hier de kopbal van Mark Bouwman. Dat was nu dichterbij dan de 2 voorgaande kopballen in de eerste helft. Staat een beetje stil op dit moment. Maar... Dat is een goede voorzet. Ah, dan kan Pilon koppen. Net over de goal. Prima voorzet. Ja, prima voorzet. Goed. Creëert meteen de mogelijkheid. En we gaan een wissel krijgen. De tweede aan de kant van DVS. Van Hussen. Gooit Maurice de Ruiter in. Van Hussen. Voorzet. Barry Powell. Aanname is net niet goed. Wordt wel een ingooi voor DVS. Nee. Wordt geen ingooi voor DVS. Heeft het wel balbezit op voor DVS. Maurice de Ruiter draait de andere kant op. Oliver Pilon. Man voorbij. Voorzet. Oh, Barry Powell net geblokt dat schot voor dat hij kon aanhalen. Oktay Öztürk. Geen balverlies daar. Heel gevaarlijk. Ale de Boer. Landman. Nick Burger. Dat is een goede bal op die Prior. Die gaat de 16 meter binnen. Gaat de voorzet geven. Oh, daar krijgt ONS een beste kans. Vasthouden van Lanting. Maurice de Ruiter. Kon Vloedgraven. Christian van Hussen. Barry Powell.
schot op de goal. Net naast de goal. Maakt dan toch makkelijk ruimte voor zichzelf om even een schot op goal te plaatsen. Ja. De wedstrijd eindigt zoals die begonnen is. 0-0. We bedanken u voor het kijken. En goed weekend. En vergeet niet om dinsdagavond hier naar Ermelo te komen. Voor de spannende bekerwedstrijd tegen Rode SC. De wedstrijd wordt niet door DVS TV live uitgezonden. Zullen wel flarden te zien zijn op Fox Sports. Maar als je het live wil kijken, dan nodig je van harte uit. Goed weekend en tot de volgende keer. De analyse naar de wedstrijd DVS 33 ONS Sneek met de beide trainers, Paul Raveno en Bert van Hunestein. Paul, jouw mening over deze wedstrijd? Nou, we zijn heel blij dat we hier een punt weghalen. Dat we wederom de nul hebben kunnen houden, de derde keer dit seizoen. Dus dat zijn goede dingen van deze wedstrijd. We hebben denk ik DVS ontzettend moeilijk gemaakt. Want we weten dat DVS heel erg goed kan voetballen. Goed positiespel heeft. Ze hebben een paar hele knappe spelers op het veld staan. Maar ik denk dat het compliment aan ons is dat we dat vandaag niet of nauwelijks hebben kunnen zien. Zeer goede organisatie vanuit de verdediging met name. Ja, daar zijn we ook flink mee bezig. En dat werpt zijn vruchten op dit moment wel af. Aan de andere kant krijgen we ook kansen. En daar gaat het uiteindelijk wel om. En daar moeten we aan blijven werken. DVS 33 uiteindelijk ook de nul gehouden. Bert, gefeliciteerd daarmee. Nou ja, op zich is het knap natuurlijk als je ziet dat je bijna 90 minuten lang het spel moet maken. Met grote ruimtes in je rug speelt. Dan, op dit niveau weet je dan één bal die naar voren wordt geroeid. Die kan zomaar nog eens een keer achter je verdediging vallen. Ja, het was gewoon heel lastig. Zeker 8-9 man achter de bal. Nou, dan weet je van tevoren. Dan moet je met snelle balcirculatie proberen doorheen te komen. Aan de andere kant moet je ook uitkijken dat je die bal niet in die terechte speelt. Want dat is wat ze willen. Ja, ik vond dat we in de eerste helft het positiespel nog redelijk voor elkaar hadden. Maar te weinig gebruik maken van onze spitsen. Die hadden we sneller in moeten spelen. Als die spitsen de bal hadden, hadden ze te snel balverlies. Zochten te veel in het duel. Ja, de tweede helft vond ik dat de baltempo naar beneden ging. Niet zo zuiver meer in de passing waren. Na rust wel een periode, maar zonder dat we heel veel dreiging hadden. Ja, weet je, en je wisselt nog aanvallend om het toch nog wat te forceren. Maar hoe noem je dat zo mooi? Dat was een wedstrijd die op slot zat. Ja, die zat inderdaad op slot en dat is op zich een compliment. Ik denk dat de fase na 20 minuten, dat in die eerste helft, dat de beste fase was van ONS Sneek, ook aanvallend gezien. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Hè. We hadden in het begin wel wat moeite met DVS. Hè, we hadden nog niet echt het vertrouwen, vond ik. Daar lieten we wat momentjes lopen. En wat ik al zei, als je DVS wat ruimte geeft, dan kunnen ze echt heel goed voetballen. Dat zag je. Maar ik vond wel dat wij in de wedstrijd groeiden. En daarna ging de wedstrijd misschien wel op slot, maar dat was voor ons. Wij kregen er wel heel veel vertrouwen van, denk ik. Durfde je niet, je wisselt een aanvaller voor een aanvaller. Durfde je niet zeg maar een extra aanvaller erin te zetten? Olivier Pilon wisselde je voor Benjamin Roumillon. Niet een extra aanvaller om toch die drie punten binnen te slepen? Nou, als je goed hebt opgelet, heb ik Barry Powell gebracht. Ja, dat was even later, ja. Ja, je kan ze ook allebei tegelijk wisselen, maar je bent met de organisatie bezig. Je kijkt even wat, Benner zat gewoon niet lekker in de wedstrijd. Dus je kan kijken of Olivier met zijn individuele klasse op dat moment verschil kan maken. Nou, volgens mij kwam hij al twee keer heel erg goed door. Ja, dan hoef je niet meteen met drie spitsen te gaan spelen. Want dat is natuurlijk ook een beetje wat Sneek wil, hè? Op een gegeven moment dat je met nog meer mensen voor de bal gaat staan. Dus je moet ook uitkijken dat je niet in die counter loopt. Nou, het is geen kwestie van durven, je moet gewoon kijken en slim nadenken. En soms heb je van die wedstrijden die je niet kan winnen, maar dan mag je hem in ieder geval niet verliezen. Is het van jullie oogpunt uit nou ook een vervelende wedstrijd? Want uit supporters die hoorde ik zo links en rechts om me heen van, nou, die waren er niet zo heel blij mee. Nee, maar daar ben je supporter voor toch? Je wil een geel-zwarte machine zien die heel veel doelpunten maakt. Nou, van dag als vandaag was het niet. Maar in het verleden heeft DVS de kous op de kop gekregen in dit soort duels. Dat je alsnog met 1-0 verliest. De groep heeft in mijn ogen heel volwassen gespeeld. Ja, het had beter gemoeten. We hadden een hogere balcirculatie moeten hanteren. Had meer agressie voor de goal moeten zijn. Dat weet ik ook allemaal wel. Maar voor nu denk ik dat de groep het even het uiterste eruit heeft gehaald. Maar nogmaals, Sneek heeft het gewoon hartstikke goed gedaan. En dat moet DVS publiek ook maar eens keer zien. Dat een tegenstander ook een hele belangrijke rol speelt. Precies. Mijn grote complimenten voor Nick Kuipers en Klaas de Vries. Met name die twee. Die vielen mij echt op. Die hebben toch echt die verdediging body gegeven. Ja, complimenten voor die achterhoede. In de routine van Barry Dietewig.
En we moeten Denzel Prior ook niet vergeten, denk ik. Die heeft ook een goede rol daarin gespeeld. Uiteindelijk doe je dat met een team, want we hadden ook bekjes spelen die steeds moesten jumpen. Dat kost heel veel energie. Zeker als die balcirculatie wel omhoog ging. Nou, ik denk dat we dat met elkaar goed hebben gedaan. Volgende wedstrijd tegen? De Dijk competitie. Vraag maar wat informatie aan Bert. Bert, de volgende wedstrijd? Ja, Rode JC, KNVB-beker dinsdag. Ja, hè? Ja, en jullie ook trouwens, KNVB-beker. Klopt. Dus... Kozakkenboys, hè? Dinsdag Kozakkenboys. Heel veel succes en bedankt dat je hier voor DVS TV te woord wil staan. Insgelijks. Bedankt, Bert. Ja, graag gedaan. Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzaak van Nederland, VDB Recreatie Avontuurlijk Ontspannen, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100.